Welke centrummaat is het meest geschikt om de volgende waarnemingen te karakteriseren en ligt dat toe? Op een verjaardagsfeestje hebben de aanwezigen de volgende leeftijden: 17, 20, 22, 17, 19, 21 en 68. Die 68 valt direct op, dat is een uitgieter, naar boven toe. En dat is ook de reden waarom het gemiddelde nou niet echt een hele handige maat is om hier te gebruiken, want het zegt weinig over de mensen die aanwezig zijn. Gemiddelde valt af als optie, doen we niet aan mee. Dan kijken we naar de modus. Ook dat is niet zo interessant, want als ik kijk naar de 17, dat zijn er twee stuks, dan hebben we 20, dus één stuk. Stel hè, dat ik 1, 22, 22 drie keer voor zou komen, dan zou dat de modus zijn. Maar wat zegt dat nou helemaal? Niet zo gek veel. Die modus die houdt dan ook op als optie. De mediaan misschien dan. We zetten de zaken eens even op volgorde. 17, 17, dan krijgen we 19, 20 eerst en dan 21, 22 en dan 68. Als we hier de mediaan opsporen, dan is die gelijk aan 20. En dat is wel degelijk een maat die wat zegt over de groep aanwezigen. We gaan dus bij opgave A voor de mediaan. Van 10 leerlingen hebben we de haarkleur op een rijtje gezet. Blond, rood, bruin enzovoorts. Je ziet hier het rijtje staan. Ik kan daar niet zo gek veel aan rekenen. En dat is ook de reden waarom het gemiddelde als optie afvalt. Dat is niet alleen de eerste, de mediaan. Ja, de zaak op volgorde zetten, dat lukt niet eens. Want moet je doen, alfabetische volgorde, zeg het maar. Ik weet het niet, de mediaan valt af als optie. De modus, denk ik, misschien wel een goede is. Want als we kijken naar de bruine, dan zijn er 1, 2, 3, 4, 5 stuks bruin. De roodharige heb ik er 1. Het is de enige. En blond is er hier eentje. En het is er 2 en is er 3. Dus de modus is bruin. Dat zijn degene en de haarkleur die het vaakst voorkomt. En die haarkleur, dat is dus handig voor informatie. Dus van nou, wat het meest voorkomt in deze groep van 10 leerlingen is de kleur bruin. Dat zegt wel degelijk wat. En daarom is de modus de goede voor opgave B. Een verkoper verkoopt op 6 werkdagen van de week de volgende aantallen fietsen. 8, 7, 4, 5, 8 en 6. Ik ga die het allemaal eens even op volgorde zetten. Een 4, een 5, dan een 6, 7, 8, 8. Zo ziet dat eruit, die verkopen. De modus is in dit geval is die 8. Als er nou één getal van 8 vervangen wordt door een 7, dan is de modus in één keer 7. Die modus is dus heel gevoelig voor een kleine verandering in de dataset. En dat is de reden waarom de modus als optie afvalt. De mediaan op dit moment, dus het gemiddelde van die 6 en die 7, is dus 6,5. En die zegt wel iets over het verloop van die week 6,5. Dat geeft je echt informatie daarover. De mediaan is zeer bruikbaar. Dan het gemiddelde. Ja, als ik die fiets optel bij elkaar, deel ze door 5 of door 6, dan heb ik een mooi gemiddelde. En dat zegt ook wel degelijk iets over het gemiddelde aantal fietsen in die week verkocht. Gemiddelde is daarom ook een zinvolle maat om te gebruiken hier. Bij een natuurkundeproef meten 10 leerlingen het volume van dezelfde glazen bol. De metingen leveren de getallen op die hier staan. Het valt op dat alle getallen 48 zijn, behalve deze 53, die schiet eruit. Het is misschien een leerling heeft zitten slapen of een meetfout gemaakt. In ieder geval wijkt hij erg veel af van, van de andere getalletjes 48. Al die getallen zijn 48 betekent eigenlijk dat hier deze modus in ieder geval een goede maat is, want die 48 komt het vaakst voor. Ook de mediaan kun je gebruiken, want als ze alle getallen op een rijtje zetten, dan komt die 48 zeker als mediaan uit de bus. Dus die mediaan is ook niet verkeerd. Het gemiddelde geeft helemaal geen goede indruk van het geheel, want een gemiddelde zal natuurlijk ergens, nou ja, in de buurt van de 49 komen liggen, zegt dus niet veel over de meetwaarden die gevonden zijn door de 10 leerlingen. Die 9,3,3,5 die hoort goed in het eten voor wat betreft de gemiddelde. Daarom valt de gemiddelde af en modus en mediaan, ja, die kun je wel gebruiken.